Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Minecraft Feed the Beast Infinity. Dus de vorige keer zijn wij bezig geweest met een trofieruimte voor allerlei verschillende trofies die wij hier zo krijgen in de Tomb of Doge. of Dog. Evil Dogs, nou het zal wel. Weet je wel, dit soort dingen. Wolfhead. Die willen we hier nog wel eens tegenkomen. En daar wou ik een trofieruimte voor hebben. Dus daar zijn we mee bezig geweest. We gaan er zo meteen mee verder. Maar, weet je, we zijn aardig onderweg in de Twilight. En ik wou er gewoon voor zorgen dat we het afmaken, weet je. Want, nou ja, hoe groot is de kans dat we nog een keer, zeg maar, zover in de Twilight gaan komen? Weet je wel, ik wil gewoon kunnen zeggen dat ik de hele Twilight gedaan heb. Wow, waar ben jij, vriend? Ik weet wat het is. Ah! Fucking episch. Oh, god. Oké. Maar goed. De volgende eindbaas die we moeten verslaan, die vinden we hier. Eens even kijken, ik weet niet meer hoe die heet. Yeti. Het is iets met Yeti. Oh, het is die hele grote die we uiteindelijk moeten hebben. Oh. Uiteraard zijn we gewoon, we kunnen het wel aardig verstaan hier zo, want we hebben natuurlijk onze mega super goede armor. Maar goed. Ja, ik weet niet of je het kan zien trouwens, ik hoop het wel. Even kijken hoor. Oh. Wat een gekkie joh. Moet je zien wat hij allemaal aan het doen is. Een beetje aan het dansen en alles. Misschien had ik mijn supergoeie boog mee moeten nemen. Alpha Yeti. Ja, hier, hoppa. We hebben hem verslagen. Alpha Yeti Fur. Hebben we verder nog iets? Dit en dit. Icebomb. Wat kunnen we daarmee? Ik weet het niet. En de Yeti Fur. Wat kunnen we daarmee? Yeti Jacket, Chill Attackers. Oké, dat is interessant. Verder echt niks anders? Wauw, dat is een anticlimax, maar goed. Dat is één van de twee bazen die we hier in de ijsbiome hebben. Wel leuk packed ijs hier zo, dat vind ik wel fijn. Verder zie ik er echt niks. Dan kunnen we meteen door. Want de volgende, die zit geloof ik hierbij. Ik weet helemaal niet wat voor een eindbaas dit is. Maar ik neem aan dat dit het is, zeg maar. Dit ziet er echt freaky uit trouwens. Ik weet niet echt wat ik hiermee moet. Aurora blok. Dat is wel een leuk blokje op zich. Kunnen we deze slopen? Nou, een soort van. Aurora blok. Oh, die verandert gewoon een beetje voor kleurtjes. Oh joh, moet je dat zien? Fucking vet. dit ziet eruit als een ingang. We hebben weer zo'n hele toren. Jongen. Hollow Hill. Oh ja, nee, dat is niet hetgene waar we heen moeten. Oké. Nou, dan gaan we wel omhoog. Niet vallen. Stom. Eens even kijken hoor. Duurt me te lang. Hey, een chest. Wat hebben we hier? Ironwood ingots. Een breaking 2. Verder. Nog meer ironwood. Aurora. Packed ice. Ik weet niet, ik wil die Aurora en die packed ice wel hebben eigenlijk. Cheats. Wow. Oh, dan krijg je van die gekke beesten allemaal. Ja, dat is een van de eindbazen, oké. Is interessant dat we die dan hier weer tegenkomen. Ik weet niet wat jij bent. Hoe heet jij? Stable ice. Nee. Stable ice nog wat. Core, oké. Snow guardian. Interessante dingen. Wow. Allemaal glas? Wat? Oké. Dat is Nightly Plate. Oh, daar hebben we er nog een van. Nice. Gaat ook even dood. Dat is goed om te weten. Als die dus explodeert, dan wordt die een beetje gek. En dan gaat het glas. Verandert het hele soortje in glas. Dat is zeer interessant. Nog meer ijs. Nog een keer een breaking 2. Nou, laten we verder omhoog gaan. Kijken of we hier nog wat tegenkomen. Oh, nog zo'n toren. Neon. Waar ben je? Maar goed. In ieder geval. Ik wil je even wat vertellen namelijk. Er is een reden waarom er even een tijdje niet meer een... Ja, ik noem het een hoofdserie video aflevering bedoel ik. Geweest is. Wat ik versta om de hoofdaflevering is... Richts op Minecraft, Feed the Beast of nu blokken ze er dan ook bij.
Ja, er is een beetje gebrek aan geweest de afgelopen week. Nog meer glas. Fijn. Oh, nu wordt het stained clay. Oké, okay, is ook goed. Ja, nee, maar ik had een projectje voor mijn school. En, nou ja, ik weet niet van wie van jullie het weet, maar ik zit vet onder mijn niveau. Dus, ik bedoel, dingen als toetsen, daar leer ik niet voor en hou ik nog steeds een 8. Dus dat is fijn, maar we hadden een opdracht en dat was een filmopdracht. We moesten een videoclip namaken. Superleuk. Erg naar mijn zin gehad met het, daarmee bezig zijn, zeg maar. Maar we hadden dus, zeg maar, 12 dagen om een hele videoclip na te maken. Weet je, was zo eentje die je van Vevo wel ziet. Het was nogal een uitdaging. Arctic Hood, vet. Enderbow. Wat is dit nou weer? Charm of Life. Oh, volgens mij weet ik wel wat dat is. Ik geloof dat je daar... Charm of Life 2. Soulbound. Oké. Okay. Volgens mij... Ja, nee, ik weet niet eigenlijk. Laat maar. Maar goed, ja. Voor je het gaat vragen. Ik ga hem niet laten zien aan jullie. Oh, ho, ho, ho. Ja, nee. Ik mag hem ten eerste niet eens op YouTube zetten. Daar heb ik de rechten niet voor. Want het is natuurlijk niet mijn muziek en alles. We gaan omhoog vliegen, want dit duurt me te lang. Ja, degene die zeg maar onze hoofdrol was, speelde, die wil het ook niet hebben, zeg maar, dat het op internet komt. Wat ik volledig kan begrijpen, want het was echt een ontzettend gay nummer. Ja, nee, maar uiteindelijk is het op zich wel leuk geworden. Niet super fantastisch, maar ik bedoel wel gewoon acceptabel. Dus dat is, ja, dat is wel goed, denk ik. Ja, weet je. Meer heb ik eigenlijk niet over te zeggen. Maar goed, voor degene die zich dus zich afvroegen waar het een beetje gebleven was allemaal. Dit is dus waarom. En hoe en wat. Ga even allemaal dood of zo. Hashtag goede gedachtes. Dan zijn we weer hier. Dat ga je menen. Oké, nou dan gaan we maar zo. Oh, crap. Even kijken hoor, hebben we nog wat leuke blokken? Ja, dat hebben we zeker. Zo. Wat lampje erbij. Maar goed, ik zal dit wel even, ja. Ik zal wel even naar de baas gaan zoeken. En dan gaan we die zo verslaan. Ah, we hebben het gevonden hoor. Oh, het is, zij is het. De Snow Queen. Even kijken hoor. Oké, dat werkt dus niet. ja, ik had een beetje moeite met het vinden van de Snow Queen. Ik dacht heel even dat... dat ik zelfs misschien op de verkeerde plaats zou zijn, zeg maar. Dat de Snow Queen niet hier zou zijn, zeg maar. Dat begon ik me serieus af te vragen. Maar goed. Wat ik hier wel tegengekomen ben, is van die, van die gekke blazes. Eens even kijken. Waar is die nou? Oh. Hè? Wat? Oh. Ja, van die ijsblazes, weet je wel. Waar we van die hele goede coolant zooi van kunnen krijgen. Kunnen maken. Deze Blizzrods. Die ben ik hier ook tegengekomen. Dus stel we hebben ooit nog eens van die zooi nodig. Dan is dit dus de plek waar we heen moeten. Op zich wel logisch. Maar ja. Dat is toch even iets wat je in je hoofd moet hebben. We gaan gewoon een beetje cheaten. We gaan gewoon een beetje met de jetpack. Hoppa. Kijk. Sky is clear. Oh. Nee. Dood. Ice crystal. Hoppa. Oké, wat hebben we allemaal hier zo? Even kijken hoor. Dit hoeven we niet. Seeker bow. Oké. Snow Queen trophy. Dat is leuk. Altijd fijn als het blij kijkt. verder hebben we nog... Nee, verder hebben we niks. Oké. Sick. Sick nice. Die wil ik bewaren. Die hoef ik niet. Dat hoef ik niet. Wow. Is dit nou hier? Oh ja, dat is dat boek hier natuurlijk. Ja, ik heb allemaal verschillende bogen dingen gekregen. Dat is echt absurd. Maar goed. Ja, kan altijd nog leuk zijn een keertje, weet je. Zo. Hoppa. Nou ja. In ieder geval, we hebben weer twee bases gehad vandaag. Dat is goed nieuws. Ik denk dat het een goed idee is om het dan hierbij even te houden voor de Twilight. Dat we dan nu even terug gaan naar onze basis. Dat we verder gaan aan onze trophy room. Oké, dan, dus we zijn weer hier terug en ik heb even een aantal dingetjes nog even gedaan. Vlak voordat ik jullie weer terughaalde, zeg maar, om te laten zien waar we zitten. Wat doe jij hier nou? Oké, dat is vreemd.
Laat ik even al mijn XP hier ook even in dumpen. Is op zich wel handig. Maar goed. Ja, ik heb wat dingen ingericht. Dus hier staan we de muur van armor. Zoals je kan zien, we hebben hier wat verschillende item frames. Dit is de Phantom Helm en de Phantom Plate. Ik mis hier twee dingen van wat een beetje vreemd is, maar goed. En dan hebben we hier nog de Nightly Sword en de Nightly Axe. Dat is van een eindbaas in de donkere forest, zeg maar. Dan hebben we hier zo Arctic Jacket, Arctic Leggings en Arctic Boots. Dan hebben we hier zo nog de Arctic Hood. Maar, ja, we konden van deze zooi, even kijken. Deze hier, Alpha Yeti Fur. Kunnen we ook armor maken. Nou hebben we daar niet genoeg voor om een hele set te maken. En hier kan je normale armor van maken, van deze Arctic Fur. Maar deze Alpha, dat is natuurlijk van de eindbaas. Dus ja, hoe meer daarvan, hoe beter. Maar goed, zoals je kan zien, dus hebben we nu de helm en dan gewoon een normaal setje eronder. En dan hebben we hier nog een ijssoort, een Seeker's Bow en een Enderbow. Dus dat hangt allemaal hier. Nou ja, eerst ging dit gedeelte hier zo, maar ik had het uiteindelijk, ja, ik wou het hier hebben, want dan weet je wel al die dingen bij elkaar. En dan hebben we hier Scepter of the Twilight, Zombie Scepter en Scepter of Life Draining. Past wel mooi hier zo, dus dacht ik, nou waarom niet. En dan hebben we hier zo al onze trofies staan, zeg maar. Jullie hebben gestemd voor deze, ja. Ja, hoe heet het ook weer? Ik weet het niet meer. Maar goed, zo'n pedestal, dat was het. Waar je je trofeeën op zet. Dus daar kunnen we deze nu aan toevoegen. De Ice Queen, ja, kijk eens aan. En het leek me wel leuk als we dan bijvoorbeeld dit hier zo erboven doen. Ja, toch? Dat geeft wel een extra effectje, weet je. Dat je hiervan af moet blijven, weet je wel. En het past ook bij elkaar, dus... ja, dat leek me de beste plek ervoor. Maar goed. Ha, maakt geen geluid. Die wel. Ja, nou ja, het zal wel. En dan hebben we hier... of toch niet? Nee, maakt geen geluid. Laat maar. Ik zat naar een meter te kijken, maar... Ja, als je... Want ik heb even momenteel mijn oortjes niet in. Dus toen zei ik zo van... Hey, dat maakt geluid. Maar nee, het is mijn OBS die... Zeg maar, het geluid van een stap weergeeft. Maar goed, boeien. En dan hebben we hier zo nog de Minotaur Axe. Dat is natuurlijk een van de eerste bazen die we verslagen hebben. En die heb ik hier zo opgehangen. Dus we hebben, zoals je kan zien, nog wel redelijk wat plek voor ja, nog meer dingen. Nou hebben we gelukkig wel genoeg er. Om te verslaan. Ik geloof dat we nog 5 dingen moeten. Dan hebben we alles verslagen. Maar goed, zoals je kan zien, alles begint al een beetje vol te raken. Dus dat is op zich, ja, op zich best wel leuk. Even kijken. Dit gaan we even veranderen in stairs, want dat ziet er wat leuker uit. En voilà. Zo, kijk eens aan. Ik probeer dat soort dingen gewoon de hele tijd hier een beetje te doen. En dan, ja, wordt het vanzelf wel wat, toch? Jawel. Het begint wat te worden. Maar goed, dat is dus een beetje de situatie waar we mee zitten hier in onze trophy room. Dus even kijken hoor. Is de light level een beetje normaal? 6, 5, real light. Nou ja, whatever. We houden de torch hier wel. Wat glowstone van deze carpenter stairs doen. Maar goed, ja. We komen er wel. We hebben in ieder geval al deze trofies binnen. Dus dat is fijn. En ja. Dat is dat eigenlijk. Weet je, ik zit met een dilemma. Er is eigenlijk niet meer iets. Tenminste, er is überhaupt niet iets meer. Ja, maakt niet echt uit hoe je het zegt. Maar goed, er is niet echt iets meer wat ik echt wil doen in deze wereld. Weet je. Het is allemaal... Ik heb het een beetje gezien. Dat is het eigenlijk meer. De motivatie is een beetje weg. Behalve terug naar de Twilight om wat bazen te verslaan, weet je. Ja, ik denk dat ik hier wat meer over gepraat in de komende Rixbot Minecraft aflevering. Dan gaan we het daar even over hebben. Maar goed. Ja, we gaan gewoon lekker door met bazen verslaan. Want dat is eigenlijk gewoon hetgene waar ik zin in heb. Dus dat gaan we lekker doen vandaag. Wij moeten op zoek naar Highlands. En ik weet niet wat Highlands precies zijn. Even kijken, dit is Dense Twilight Forest. Wat is dit? Dit is ook nog steeds Dense Twilight Forest. Ook Savanna. Ja. De Highlands. Ik weet niet. Fireflies. Oh, het staat hier gewoon onder. Of niet? Firefly Biome. Nee, niet. Oké, dat is vreemd. Waarom? Ook Savanna? Hey? Oké, nou ja, in ieder geval. We moeten een trollcave zien te vinden. Nou, dat kan alleen maar goed betekenen, toch? Ja, ik weet niet waar ik die kan vinden. Dus dat is een klein probleempje. Daar beginnen we natuurlijk al mee.
En dan moeten we een of andere troll moeten verslaan. Ik bedoel, troll cave alleen al kan al niets goeds betekenen. Even. Ja, even kijken hoor. Troll cave, is het gewoon. Is het gewoon een cave? Überhaupt gewoon. Zeg maar. Wat probeer ik te zeggen? Is het gewoon überhaupt gewoon een cave waar je in kan rondlopen? Dus dat ik gewoon nou zeg maar zo'n persoon tegenkom. Dat zal wel niet. Ook Savannah. Nou ja, in ieder geval. Ik zal wel even deze cave doorgaan. En dan zullen we zien of we er wat tegen. Of we wat tegenkomen. Oh, je hebt een octopus op je hoofd. Dat is leuk. ja, geef me even 2 seconden. Oké, dus ik ben hier zo op zoek naar. Naar zo'n cave. En kom hier een spawner tegen. Weet je wel, cobblestone. Ik dacht, hé, dat ziet er interessant uit. Spawner. Weet je wat hier in de chest zit? 2 freaking iridium. Weet je hoe duur die shit is? Daar kan je echt amper aan komen, weet je dat? Ze echt alleen maar te vinden op deze manier. Dus ja, daar ben ik blij mee. Maar goed. Ja. Nu we daarover gefangirld hebben. Ik ben erachter hoe we zo'n troll cave kunnen vinden. Het heeft te maken met trollstein. Trollstein, dat is deze soort steen. En het is de bedoeling dat het lijkt op een oor. En dan ga je het mijnen. En dan kom je tegen van, of, dan kom je erachter dat het eigenlijk gewoon niks is. En dat je er niks mee kan. Daarom heet het ook trollstein. En stein, dat is dan lijkt een beetje op steen, weet je wel. Dus ja, ik ben op zoek naar die shit. Ik kan het niet zo goed vinden. Nou, weet ik nog dat ik het al een keer eerder gevonden heb. Alleen, ten eerste weet ik dus niet of ik dat on-camera gedaan heb. Dus dat is al een probleempje. En daarnaast weet ik dus ook überhaupt niet waar het is. En deze naak hebben we dus al verslagen. Oké. Maar goed, weet je. We vinden nog wel eens een keer. Nog wel zoiets, hoop ik. Op een dag ooit eens. Maar goed. Het is even zoeken. Wow. Ja, mijn computer loopt een beetje vreemd te doen op het moment. Aangezien ik natuurlijk ook aan het opnemen ben. Waarom staat mijn hover mode niet aan? Oké. Mijn keys doen het niet. Help. Oké, maar goed. Ja, ik ga even opnieuw laden. Of tenminste. Wat zie je nou gebeurd? Hoort hij niet een boom of zo? Nou ja, het zal. in ieder geval, ik ga nog wel even lekker doorzoeken. Het is natuurlijk ook wel een beetje te moeilijk te vinden zo met mijn jetpack. Maar ik weet nou ook niet precies welke biome het is. Want ik heb dus opgezocht in een video waarin ze daarin vinden. En dan staan er allemaal van dit soort bomen. Maar het is ook weer heuvelachtig, weet je. En dat hebben we dus hier weer niet. Maar goed, ik vind het wel. Ik heb helaas niet die troll ding kunnen vinden. Nogmaals, ik heb al wel een gevonden. Ik heb het alleen niet meer of ik hem in een video heb laten zien of niet. Maar goed, als je dus ja, weet nog waar dat is. Ik neem aan van niet, maar stel je weet nog. Laat het dan even achter in de reacties. Dan kunnen we daar de volgende keer ja, op verder, zeg maar. Of niet. Weet je, we zien het de volgende keer wel. Maar goed. In ieder geval, ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zien we de volgende keer gewoon weer terug bij VT Beast Infinity, ja? Oké, later!